Beste kijkers, broeder Gerard die gaat voor de zoveelste keer weer naar Haïti. Maar voordat je daar naartoe gaat, gaan we nog even een praatje met hem maken. En dat doen we in Hoek. En waarom we dat in Hoek doen, dat zult u daar wel zien. Wij zijn aangekomen bij de oplaadplaats voor alle materialen voor Haïti van broeder Gerard. En wij ontmoeten broeder Willy. Ja. Willy, je hebt de leiding van het inpakken hier allemaal, hè? Het organisatie valt volledig op mij. Allemaal vrijwillige basis. Ik heb 30 vrijwilligers dus in totaal. Dit jaar, de 49ste van dit jaar al. Maar dat is voor allerlei doeleinden, ja, hè? Allerlei doeleinden. Ja. De 12e voor broeder Gerard, ja, voor Haïti. Wat heb je nou in zitten voor broeder Gerard? Veel werktuigmateriaal, ja? Schoolmateriaal, boeken onder andere. Franse en Engelse boeken. Ja? En huishoudelijk grieven, noem maar op allemaal, hè. De gezondheid is helemaal hersteld. Dat is gewoon over vermoeidheid wat ik had, over belasting. Dat is allemaal hersteld. Ik ben nog wel moe vanwege de geweldige aanloop en interviews en noem maar op. De 23 november, dus dinsdag aanstaande, ga ik naar Haïti. Goed zo. En dan ga je daar naartoe. Wat ga je het eerste doen als je daar aankomt? Ja, dus met mensen allemaal een handje schudden en eens kijken hoe het met die containers zit allemaal, die er binnen de douane staan. Jij hebt twee nieuwe projecten, hè? Ja. Vertel daar eens wat van. De arme gaat school, over het onderwijs, hè? Arme school voor 400 kinderen, een thuisartsschool. En een technische werkplaats waar theorie en vooral praktijk gegeven wordt voor jongens op straat. Dat ze aan het werk kunnen. Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Dat heb ik met steun van Nederlandse fabrikanten en zakenlui. Die vonden dat een heel goed idee en ik ook. Zodoende is dat een beetje gaan lopen. En er gaan daar 4 containers naartoe. En tussen die containers in, die dienen als buitenwand, komt het dak boven en dat is de werkplaats voor die jongens. En hoeveel containers staan er nog aan de grens? Bij de douane staan er 5 containers en die willen ze niet afgeven voordat ik een goed 10.000 euro betaald. Je moet betalen. Allemaal corruptie, ja. Allemaal corruptie? Allemaal corruptie. Helpt de staat Haïti jou ook daarbij? Nee, ik heb ze genaamd bescherming van hun, omdat ik officieel erkend ben, maar die elke niets. De organisatie heb ik geen rode cent van gezien en ik wil het ook niet hebben. Maar waar haal jij dan mensen vandaan die die kinderen helpen en lesgeven? Allemaal inlanders. Maar dan komt de ROC, van de overkoepelende organisatie van onderwijs in Brabant. Die gaan ons helpen door mensen van geen onderwijs, onderwijsresten die op een zeer laag pitje staan om die bij te vormen, een jaar, anderhalf jaar, om die dan terug te sturen dat het onderwijs op die arme school zo goed wordt dat de rijken zeggen, hier gaan onze kinderen naartoe en dan gaan we moeten ze gaan betalen. En dan moeten ze gaan. Zo, ik pak het geld waar het is. Ja. Als ik de publiciteit in Nederland een beetje volg op televisie en in de krant, is het in Haïti nog één grote puinhoop voor de regering. Maar ze hebben wel 400, 500 miljoen gekregen. 900 miljoen. 900 miljoen? In Europa, ja. Ja. En maar wat doen ze daar dan mee? Dat weet ik ook niet. Maar toen ik wegging was er 2% aangekomen. En die jongens praten natuurlijk ook voor de eigen. En ik kom er helemaal niet tussen. Dat zijn grote organisaties die verplicht zijn om met die lokale corrupte zaak te werken. Ik blijf er dus buitenuit. Er zijn interviews van de radio en de tv geweest dat ik wil gaan onderzoeken. Of die gebouwen van verschillende grote organisaties beloofd er werkelijk staan. Ik ga daar mijn eigen niet induiken. Nee. Want misschien staan ze er niet of wel. En ik ga daar niet in komen. Dat zijn grote organisaties. En ik wil die niet op mijn rug hebben. Dat ze me gelukkig zijn met de centen. Ben jij ook een beetje op de hoogte van de woonsituatie? Van de ze leven nog allemaal in tenten. De gewone arme mensen is nog niets. Van dit is de laatste container die vanuit Hoek naar Haïti vliegen. En dat is de allerlaatste. Ik heb er veel te veel ellende mee met die douane in met het op zijn plaats brengen. Dus dat breekt mijn gezondheid. Maar er is voldoende is materiaal. Gelukkig voor arme mensen. Er zal wel het een en ander van gepikt worden. De douane, dat is mijn schuld niet. Mag ik nog iets zeggen? Dus ja, maar mensen, wij zullen ten onstreek hartelijk dank. U kunt op het internet www.broedergeer.nl kunt u precies het schema zien van de investeringen van de gelden van de miljoen wat opgehaald is. En dan kunt u precies zien waar het aan besteed is en hoeveel er nu nog tekort is voor die nieuwe technische werkplaats en school. Het gaat je heel erg goed. Dank en let u vooral goed op jezelf, hè? Want Zundert en omgeving kan broeder Gerard niet missen, hè? Zeker ja, ik ook kan hun ook niet missen, want zij moeten het doen.